Hey weegschaal, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand juni. Zoals jullie weten ga ik geen specifieke vraag stellen. Ga ik kijken in uw algemene energie. Ik ga er dieper op ingaan met de tarotkaarten en ik ga afsluiten met de liefdeskaartje. Zo, we gaan even kijken voor het collectief, voor het sterrenbeeld weegschaal voor de maand juni. Voor de weegschaal. Dat is veel te snel. Dat is nu al heel veel, maar ik ga hem toch pakken. Je weet nooit, de eerste kaart die omdraaide was emotionele terugtrekking. Tweeling had dit ook. En nu met die drie kaarten heb ik wel het gevoel dat deze er wel gaan moeten uitkomen. Het kan zijn dat je te maken hebt met een tweeling, hoeft natuurlijk niet. Of je hebt tweeling in je maanteken of ascendanteken. Maar daar ga je dus duidelijk over de liefde. Een zeer diepe aantrekkingskracht, een spirituele band eigenlijk. Maar er wordt ook gevraagd om in balans te blijven. Er is hier verdriet en verlies en iets dat ontevreden en een verveling brengt. Nu natuurlijk kan het zijn dat er iets is gebeurd in verband met deze bepaalde persoon waar je mee te maken hebt. Kan het zijn dat jij op dit moment heel ontevreden bent, waardoor dat je afgewezen voelt en dit kan gepaard gaan met verdriet en verlies. Het kan ook zijn dat je een zeer diepe magnetische spirituele aantrekkingskracht hebt met een bepaalde persoon en dat je misschien bent afgewezen of dat je denkt afgewezen te zijn en dit creëert u al van in je hoofd te zitten. Je bent eigenlijk al aan te anticiperen, dus al aan het denken in de ander zijn persoon, geef je dat ondertussen wel al verdriet en verlies. Dus ik heb het gevoel dat jij al aan het denken bent van ik ga afgewezen worden en het geeft je eigenlijk al wat verdriet in verband met een spirituele band of met een diepe magnetische aantrekkingskracht. Kracht dat je hebt met een bepaalde persoon. Het kan zijn dat je te maken hebt met een tweeling of jij hebt dit in je ascendanteken of maanteken. Dus we gaan even kijken, dieper op ingaan en zien wat dat nog meer mag uitkomen. Want bij de tweeling lag er een verzoening. Dus mocht je dit in je chart hebben of je hebt te maken met een tweeling, dan zou ik wel een keer gaan kijken. Blijf liggen, alsjeblieft. Goed, oké. Ja, het zijn een beetje dezelfde kaarten van tweeling. Ik zuiver altijd na een reading, als ik met een volgende reading ga beginnen. Er is hier iemand enorm gekwetst. Het kan zijn dat je te maken hebt met een steenbokmaagd, stier, boogschutter. Boogschutter, heel sterk. Maar het kan ook zijn dat je
schorpioen, waterman, leeuw mee te maken hebt. Zeker ook tweeling. Oké, er is er iemand die enorm is gekwetst. Dit is iemand die heel veel watertjes heeft doorzwommen. Het kan zijn dat jij heel veel watertjes hebt doorzwommen, waardoor dat je een beetje ze allemaal langs dezelfde kam scheert eigenlijk. Maar er wordt eigenlijk gevraagd om niet op te geven. Er is hier iemand die niet gaat opgeven. Nu natuurlijk, jij of de andere persoon zou heel graag actie willen ondernemen, heel enthousiast actie ondernemen, heel vurig, want ik voel wel een vurige energie. Het kan zijn dat je misschien vuur in je chart hebt, maar er zijn bepaalde situaties die een ommekeer gaan geven. Dus er komen eigenlijk veranderingen en vernieuwingen. Jupiter, die gaat vanaf morgen, dacht ik, ben niet zeker of het vanaf morgen is, die gaat eenlijnig staan met de noordelijke maansknoop en dit houdt in dat je lotsbestemming gaat geactiveerd worden. Dus het kan zijn dat je kleine signaaltjes gaat zien, tekens gaat zien naar waar je naartoe mocht gaan. Want je hebt hier onderaan de Wheel of Fortune en dit is eigenlijk een emotionele vervulling, waardoor dat je hart opnieuw gaat openstaan eigenlijk. Maar het kan zijn dat je met een innerlijke conflict zit, omdat er iets vanuit het verleden nog niet eens losgelaten. En dat kan gaan over die tweelingenergie. Over een bepaalde persoon waar je een diepe spirituele band mee hebt. Er is iets wat dan moet losgelaten worden. Dus het kan zijn voor sommigen onder jullie is de relatie nu verbroken. Voelt jij je afgewezen? En is er daardoor verdriet en verlies in verband met iemand waar je een zeer sterke band mee hebt? En dat ligt hier ook. Dat kan hier niet losgelaten worden. Energetisch hang je er nog aan vast. En dat geef je natuurlijk van innerlijk gevecht, maar je moet meer naar je hart luisteren. Dus kom eigenlijk uit je hoofd, want je lotsbestemming, dat wordt een emotionele vervulling eigenlijk. Dus er gaan veranderingen en vernieuwingen plaatsvinden. Je gaat eigenlijk naar een ander pad. Het is eigenlijk een ander pad waar je hebt gehoopt, maar dit is eigenlijk een veel beter pad. En het kan zijn dat je daardoor dan op een gegeven moment heel enthousiast actie gaat ondernemen. Nu natuurlijk, wij hebben hier de koning van pentakels, dat is geen rappe, die nemen niet heel graag actie. Die zijn zeer geduldig, zeer geaard. Dat is iemand met leiderschapskwaliteiten. Iemand die stabiel in het leven staat. Maar toch is er hier iets dat moet verwerkt worden. Ik voel hier de wounded warrior. Toch wil er hier actie ondernomen worden. Maar dan weer niet. Maar ik ga clarifyen en we gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen. Wel, boogschutter ligt hier wel heel sterk ook. Het kan zijn dat je te maken hebt met een boogschutter die ergens aardeteken in zijn chart heeft. Neem wat dat resoneert natuurlijk. Het kan ook zijn dat deze persoon actie wilt ondernemen om samen met u die verandering en die vernieuwingen door te voeren. Maar dan heb ik wel het gevoel dat het een test is. Ik krijg ook het gevoel dat er iemand toch actie wilt ondernemen, maar als een ander kant het gevoel heeft van oh, ik ben eigenlijk nog gekwetst vanuit het verleden, ik wil het eigenlijk nog niet, ik kan het eigenlijk nog niet, maar ik voel wel die heel veel passie naar die ene persoon. Dus we gaan een keer kijken. Oké, dit is iemand die uiteindelijk toch contact wil opnemen of actie wil ondernemen, omdat deze persoon gaat zien of bewust gaat worden. Nee, ik ga het anders uitleggen. Dit is iemand die eigenlijk actie wil ondernemen, maar deze persoon moet eerst iets loslaten. Deze persoon moet eigenlijk al de negativiteit of het verdriet of wat dat het ook mag zijn, dat moet eerst losgelaten worden, zodat die persoon eigenlijk kan transformeren, zodat veranderingen kunnen binnenkomen. Eens dit gaat plaatsvinden, dan gaat deze persoon eigenlijk actie ondernemen. Dan gaat die persoon dat vuur in hem of in haar voelen en dan gaat die persoon ook bewust worden, want eens je uit een transformatieproces komt, ben je ook veranderd als persoon.
En ik heb wel het gevoel dat die persoon je wel gaat zien als relatiemateriaal. Want jij valt er eigenlijk uit als een keizerin. Maar probeer eigenlijk gewoon vertrouwen te hebben. Want dit is eigenlijk een soort testje of een lesje die je aan het leren bent, waardoor je heel erg gaat van groeien. En uiteindelijk is het iets wat u super gelukkig gaat maken, maar het kan ook zijn, weegschaal, dat jij iets gaat moeten afsluiten. Er is iets wat je gaat moeten afsluiten. Dat kan deze persoon zijn, dat kan een situatie zijn. Hoeft niet altijd in verband met de liefde te gaan. Dit kunnen eigenlijk gewoon ook vrienden en familie zijn, waar je die diepe soulmate-connectie mee voelt. Maar dit is wel iemand, er is iets wat je gaat moeten loslaten. Dit is eigenlijk tot een einde gebracht. Maar dit is iets waar hij, waar dat jij, sorry, ik kan mij moeten babbelen. Dit is iets waar je enorm gaat van groeien en dat je super gelukkig gaat maken. Uiteindelijk ga jij het gevoel in je hart, het hart dat opnieuw een sprongetje gaat maken, dat ga jij uiteindelijk opnieuw voelen. Ofwel moet jij iets loslaten vanuit het verleden, ofwel heb je te maken met een andere persoon en dat deze persoon nog iets moet loslaten vanuit het verleden, zodat eigenlijk veranderingen kunnen binnenkomen. Want dit is een eind. En dit kan een eind zijn aan verschillende situaties. Maar je gaat er wel van groeien en probeer echt wel vertrouwen te hebben, want jij valt degelijk uit als een keizerin, dus jij valt wel hoger dan een koning eigenlijk. Het ging even niet om te articuleren, amai. Maar er gaan hier wel grote veranderingen en vernieuwingen plaatsvinden, dat sowieso. Uiteindelijk zie ik wel een relatie. Maar er is iets vanuit het verleden dat volledig moet eigenlijk tot een eind gebracht worden. Het kan natuurlijk zijn, weegschaal, dat je te maken hebt met iemand die altijd hot en cold is. Altijd komen en gaan, komen en gaan, komen en gaan. En dat je nu zoiets hebt van, hey, ik ben hier wel de keizerin. Ik ga er een einde aan maken. Dit wil ik niet meer. Dus neem echt wat dat resoneert natuurlijk. Het is een algemene reading. En iedereen beloopt wel een verschillend pad natuurlijk. Maar ik heb heel sterk het gevoel dat dat iemand is die zeer passioneel is. Iemand die er vrij goed uitziet. Iemand die zeer enthousiast is. Kan een beetje heethoofdig zijn. Iemand die nogal zeer impulsief is. Maar altijd komen gaan, komen gaan. Omdat die persoon in het verleden is gekwetst. En het kan zijn dat die persoon ze allemaal langs dezelfde kam scheert eigenlijk. En die persoon geeft dat niet op ze. Dat komt, dat gaat. Dat komt, dat gaat. Maar ik heb het gevoel dat jij daar misschien een einde aan zou kunnen brengen. Omdat jij uiteindelijk die volledige emotionele beschikbaarheid wilt. Jij wilt dat huisje, tuintje, boompje. Wat dan ze bij ons in België zeggen. Het kan ook een schorpioen zijn, dus het kan ook een stier zijn, dus neem wat dat resoneert. Maar we gaan een keer verder kijken en zien wat er nog hier mag uitkomen. Want ik heb wel het gevoel dat ze aan het testen zijn van hierboven. Ja, het is iemand dat je niet kan loslaten. Het is iemand die in een slachtofferrol hangt. En hij of zij plukt daar altijd de vruchten van. Maar je bent een levensles aan het leren. Wauw, kijk een keer. Je bent een levensles aan het leren. Je moet dit... Je moet niet, hè. Je moet niet. Maar je kunt of je moogt deze levensles leren. En eens je dit tot een eind kunt brengen, ga jij naar een hoger niveau getild worden. Einde van een bepaalde cyclus. Einde van het verdriet. Einde van die teleurstelling. Einde van die afwijzing. Jij valt hier als een keizerin. Je bent hier een hele grote levensles aan het leren. Je bent hier iets aan het leren. Je gaat er ook van groeien. Dat gaat je super gelukkig maken. Waardoor je uiteindelijk een hele grote cyclus tot een eind gaat brengen. Je gaat naar een hoger niveau getild worden. Er komen hier vernieuwingen, veranderingen. En er ligt hier een volledig nieuw begin. De teken Leap of Faith. Maar ze zijn nu aan het testen. Ze zijn nu eigenlijk aan het testen hoeveel vuur je in je hebt. Het kan zijn dat je ergens leeuw in je chart hebt. Hoeft natuurlijk niet. Maar er wordt hier eigenlijk gevraagd om
om dat vuur boven te halen. Om, je weet ergens wel wat je wilt, je weet het. Maar er wordt eigenlijk gevraagd om dat toe te passen. Om meer te denken wat je wel wilt en niet te denken wat je niet wilt. En dit is wat je eigenlijk tot een eind gaat moeten brengen. En je gaat me-time moeten nemen, want je lichaam is eigenlijk op. Het kan zijn dat je gaat kunnen kiezen tussen twee verschillende personen. En dat geeft je wel van verstrikte gedachten, maar... Hij gaat me-time moeten nemen en eigenlijk alles op een rijtje moeten zetten wat dat voor u eigenlijk belangrijk is. Want dit is een bepaalde persoon die u niet kan loslaten, die in een slachtofferrol hangt, die altijd kom, gaat, omdat die persoon niet genoeg heeft geheeld. Dit is iemand die de wounded warrior is. Dit is iemand die enorm gekwetst is en dit is iemand die iets vanuit het verleden nog niet kan loslaten. Dus... Ofwel ben jij het die het niet kan loslaten, ofwel is het de andere persoon. Ik heb ook heel sterk schorpioen-energie. Maar toch is dit een persoon die altijd komt en gaat. En die persoon plukt daar de vruchten van. Ik kan het niet anders uitleggen eigenlijk. Allee, of niet beter uitleggen. Maar we gaan een keer verder kijken. Ik heb het gevoel dat dit hier gaat... omkomen en gaan en dat dit hier wel nog een nieuwe man kan zijn. Want een beetje verder onderaan op het dek heb ik gezien dat je een keus gaat moeten maken tussen twee personen. Wie gaat u gelukkig maken? Welke test ga je doorstaan? Welke grote levensles ga je eigenlijk tot een eind brengen? Hier gaat je goed naar uw intuïtie mogen luisteren. Wat maakt er u gelukkig? Wat wilt je tot een eind brengen? Oei, en deze vliegt er eigenlijk uit. Kijk, er is iemand die je kan helpen. Er is iemand die je stabiliteit wil geven. Er is iemand die je verder wilt. Je hebt te maken met een persoon dat je niet kan loslaten. En die persoon zit in een slachtofferrol. Deze persoon is negatief. Het is altijd een ander geweest. Hij is het nooit geweest of zij is het nooit geweest. Deze persoon heeft altijd het kwetstheden, de littekens op het hart, het verdriet, de teleurstellen nog niet verwerkt. Maar ergens plukte daar wel de vruchten ervan. Kende dat, zulke mensen? Ja, kijk, ik heb hier dus uiteindelijk een andere persoon ook, maar daar zit het dan ook weer negatief over te denken. Omdat je nu hebt te maken met iemand die komt, gaat, die je geen stabiliteit geeft. Ergens heb je wel het gevoel bij deze persoon dat hij u of zij u ergens wel gelukkig kan maken, maar het is zo niet. Het gaat je altijd maar van een soort afwijzing geven, het gaat je altijd maar verdriet en een verlies geven. En dan is er hier eigenlijk iemand anders die op je pad kan komen, of die persoon is misschien al op je pad, want ik heb sowieso twee energieën in uw reading, maar dan ga jij dan ook weer negatief beginnen denken, malle molen, gaat dat alleen maar passie zijn, gaat dat alleen maar dit zijn, gaat het alleen maar dat zijn, maar dit is eigenlijk iemand die je eigenlijk stabiliteit wilt geven. Het is niet iemand die heel snel actie gaat ondernemen. Het is een aardeteken, die zijn traag, die zijn geduldig, die hebben heel veel tijd. Die pakken ook al hun tijd. Maar uiteindelijk heb ik wel het gevoel dat hier passionele communicatie gaat plaatsvinden. En jullie gaan uiteindelijk wel samen naar elkaar toestappen. Dit is iemand die eigenlijk naar u toe gaat komen. Maar hij gaat weer van alles onderzoeken. Deze persoon gaat de gevoelens laten zien. Heel klein, niet groot, heel klein, heel voorzichtig. Maar hij gaat van alles beginnen onderzoeken. Wie is die persoon? Wat doet die persoon? Daar heb ik wel het gevoel eigenlijk. Maar je gaat moeten kiezen tussen twee personen. Nu natuurlijk kan het ook zijn dat het één persoon is voor bepaalde mensen die nu aan het kijken zijn, maar ik betwijfel. Nee, het zijn twee personen. Kijk, dit is iemand, dit is een... Amai, ze hebben veel te vertellen. Dit wordt de potentiële uitkomst. Ze wordt eigenlijk gevraagd om vertrouwen te hebben in jezelf. Je gaat uiteindelijk naar een hoger niveau. Je bent hier iets aan het leren. Ze zijn je aan het testen. Je bent hier iets aan het... Je gaat ervan groeien. Je gaat ook transformeren. Dit is wel iemand waar je ook een diepe band mee gaat kunnen hebben. Het is een vaderfiguur. Heel sterk stier ook. Het is iemand waar je gaat kunnen van leren.
kan zijn dat je een beetje sceptisch gaat zijn en dat je gevoelens gaat blokkeren en dat je je hart gaat beschermen, dat je op een kruispunt gaat staan en niet goed weet van, goh, wat moet ik nu eigenlijk gaan doen? Doet die blinddoek af, luister naar je intuïtie, luister naar je gevoel, kom uit je hoofd en dan is het eigenlijk gemakkelijker om een keuze te maken. Want dit is wel iemand waar je gaat kunnen van leren, maar die persoon gaat ook van u kunnen leren, want jij bent aan het groeien. Ook aan het transformeren. Ja, dus uiteindelijk wordt er toch gevraagd om zich niet vast te klampen. Niet vastklampen aan een bepaalde situatie. Probeer je ook niet vast te klampen door je hart en je kruinchakra te blokkeren, te beschermen eigenlijk. Niet doen, want dit is iemand waar je een diepe vertrouwen mee gaat voelen. Dit is iemand waar je iets gaat kunnen valeren eigenlijk. Ook een spirituele, want je gaat eigenlijk naar een hoger niveau. Het weegt allemaal heel zwaar, maar er komt wel een einde aan. Er komt wel een einde aan deze zware energieën. Je komt meerdere soulmates tegen ook. Dus het ene soulmate, deze kant hier, is een soort test. Wat ga jij doen? En dan komt er eigenlijk iemand anders binnen die, waar je ook die dieper vertrouwen mee gaat voelen. Maar ze zijn nu wel aan het testen. Heb ik wel het gevoel. We gaan even kijken welke liefdesboodschap je mag ontvangen. Voor de weegschaal. Dus ik heb wel schorpioen heel sterk. Stier heb ik ook heel sterk. Tweeling. Daarnet had ik leeuw. Boogschutter ook heel sterk. Dus neem wat dat resoneert natuurlijk. Deze wordt er wel uit, hè? Geld en loopbaan. Op dit moment speelt geld een rol in uw liefdesleven. Ja, ja, dit is iemand die... Er is iets met geld, er is iets met stabiliteit. Dat gaat daarover gebabbeld worden. Hij zit daarmee in je hoofd. Het gaat daarover gebabbeld worden. Het komt naar u toe. Maar ze zijn nu eerst iets aan het testen of dat je iets gaat afsluiten of niet. Of je iets tot een eind gaat brengen of niet. Of dat je die persoon gaat blijven laten komen. Komen, niet komen. Komen, niet komen. Komen, niet komen. Vermoeiend. Heel vermoeiend. Tweegzwaar. Maar als er iemand nieuw op je pad gaat komen, dit is wel onderaan op het dek. Geef je relatie een kans. Werk aan je relatie. Zo, weegschaal. Ik hoop dat deze reading toch duidelijkheid heeft gebracht. Dat je toch antwoorden hebt mogen vinden. Ben jullie dankbaar voor het liken en het bekijken van mijn readings. Dank u wel. En ik zie jullie de volgende keer terug. Bye bye.